De verrassing is namelijk, ik ga het toch vertellen, ik kan me hier houden, want ik moet erover hebben. De verrassing is, Letty Village, drum roll please. Letty Village, Letty in Collective Seas, waar 20.000 man staat, de tweede meester van Letty Village. Dus ik gooi de glazen op de grond, girl. Zij wilt mij wel, zij wilt mij niet, zij wilt mij wel, zij wilt mij niet, zij wilt mij wel, zij wilt mij wel. Zeg maar wat rookjes, schatje, ik kom. Die Rashid hier. Letten we deze podcast in Rashid We Trust. Vandaag hebben we een speciale editie. De Let Eclectic Editie. Een speciale Lasse and Friends. We gaan het hebben over de Let Eclectic Stage. Want er gaan dingen gebeuren. Leuke dingen, mooie dingen. Het wordt heel spannend. Blijf kijken. Hier uit Rashid We Trust. Aan mijn rechterzijde heb ik de nieuwe legende. De Bad Boy. Of Lover Boy. Vertel, wie ben jij? En wat doe je en hoe vaak heb je Let Willis gedraaid? Ik dacht even dat je het over de aak had. Maar, hij is volgens mij vrijgesproken. Hij is onschuldig. Nee, ik ben Lassa. Ik produceer, ik ben DJ. Ik heb al 2 keer gestaan bij Latin Village. En ja, top man. Leukste festival van Nederland sowieso. Hoor je dat? Dat klopt. Die kaarten. Precies. En je rechterzijde heeft nog een goede vriend van jou. Kan je dus, voorstellen wie je bent? Dit zou ik het doen? Of? Ja, laat hem zelf uit doen. Of kan hij wel Nederlands? Ja, ja. Oké. Okay. Ja, ik ben Tarek, tourmanager van Lassa. En ja, elk weekend hebben we het weer heel leuk op tour. Dus ja, man. Oké, okay, leuk. Zeg maar, je bent ook gewoon wel goede vrienden, toch? Of niet? Ja. Oh, dat is wel leuk. Aan mijn linkerzijde heb ik volgens mij een heel getalenteerde MC's. En zoals je weet, ik hou van MC's. Mag ik even vertellen wie je bent en hoe vaak je op Letwillis hebt gestaan? Ja, ik heet Ashi en ik MC inderdaad vaak voor Lassa. En vorig jaar was mijn eerste keer. Toen, dat was op de zondag met jou. En ja, dat smaakt naar meer. Als hij nog respect heeft voor de MC's. Hè. Oh, dat was Seven Chicks, heb je voor mij mijn kogelvrij vest bij je? Heb je dat niet? Oké. Oké, aan je linkerzijde heb je een Indonesische man met mooie Arabische uiterlijk. Mooie man met baard en pet. Vertel, wie ben jij? Wat doe je? Ik ben Essie, man. Rapper. Ik werk ook in een nachtclub in Amsterdam. Oh. Oliva Amsterdam, misschien zegt dat je wat. Ja, ik heb wel een keertje geduid. Samen met jou toen. Klopt. Kijk, toeval. En ik ben ook een Mattie van Lassen. Ik ben ook de eerste keer dit jaar geweest, Latin Village. Ik was mee op tour. Was indrukwekkend. Zo hoor ik graag. Ja. Letty Willis Festival, koop nu je kaarten. Nu. Oké, we hebben natuurlijk altijd een stelling. We zijn hier bezig met Letty Willis om een situatie te verbeteren. En zoals jullie weten heb ik een uitgesproken mening. Ook over MC's, maar ik hou wel van jou. En natuurlijk over eclectische DJ's. Want wat mij heel erg opvalt de laatste paar jaren... wat zal ik het zeggen? We hebben natuurlijk heel veel leuke live acts. Ik ga geen namen noemen, maar echt de top of the bill. En wij gaan een beetje mee afbouwen. Dus in plaats van 3-4 leuke live acts gaan we maar eentje doen. En we gaan terug naar de basis van Let Willis en dat zijn DJ's. Dus mijn stelling van vandaag. Wie wordt populairder in zomer 2024? De DJ, eclectic DJ of de live act? Wat denk jij? Wat denk jij? En je bent zelf een DJ, dus... Ja, mag je praten. Wat denk jij zelf? Ja, ik denk nu wel dat je, als je kijkt naar de afgelopen jaren, dat vooral veel live act echt een dingetje was, zeg maar. Dat mensen nu op een gegeven moment wel het een beetje gezien hebben, denk ik. En dat inderdaad, dat je meer gaat naar een podia zoals theaterzalen om te kijken naar live act. En dat feestclubs meer DJ-achtig gaat zijn, denk ik. Ja, dat denk ik, maar... Ik, wat jij zegt, denk ik ook. Want een echte fan, die gaat liever... af als live. Precies. Dan dat hij hem ziet op een festival of in Olivia, in Amsterdam. Wat een hele leuke club is. Oliva. Oh, sorry, Oliva. Ja, weinig, klinkt weinig. Hoe denk jij erover, op de stelling? Dus DJ populair of de live act? Ik kijk het van beide kanten een beetje. Ik denk dat een artiest toch ook wel wat inbrengt. Bij zo'n festival, mensen verheugen, oh hey, Ronnie Flex komt of hey, Jonah Fraser komt, ook wel tof. En qua DJ, ja, DJ brengt wel continu sfeer met zich mee. Ik heb wel veel live acts gezien tijdens festivals. En je merkt gewoon dat het na zo'n live act even dood is.
dat mensen echt zoekende zijn van ja, wat gaan we nu doen en hoe gaan we het nu aanpakken. En ik denk als je dat met een DJ aanvult, dat het wel continu steeds doorgaat en de vibe er wel in blijft. Oké, okay, ja, goed antwoord. Ja, mooi antwoord, ja. mooi antwoord. En natuurlijk, Lasse zit naast je, dus als je iets verkeerd zegt, dan ben je geen tourmanager meer. Hoe denk jij erover, MC? Ja, ik kijk, uiteindelijk gaat het er ook om wat het concept is vanuit het festival, toch? Dus als jij zegt dat Latin Village vooral ook in principe ook begon als een DJ-festival, daarop gefocust, dan is het eigenlijk ook gewoon meer dan normaal eigenlijk. Want het ligt ook aan de artiesten wie je boekt natuurlijk. Alleen wat ik wel zelf heb ervaren, puur mijn persoonlijke mening, was dat je vorig jaar heel vaak had dat je op veel de festivals dezelfde artiesten zag. Dus dat haalt ook een bepaalde specialiteit. Precies, hè? Yeah. En het verschil is ook natuurlijk dat een DJ staat een uur lang, een artiest soms een half uur of zo. Maar goed, ik blijf wel altijd zeggen dat ik persoonlijk ook wel ervan geniet als de juiste naam op een festival staat. Maar wat is voor jou een juiste naam? Artiesten waarvan je weet dat ze goed... puur artiest-wise, hè? Oh ja, Lassa, oh ja. Dat spreekt daar voor zich. Dat zou ik wel. Lassa, nu te boeken bij een energie. Puntje. Ja, dat. Ja, klopt. En hoe denk jij daarover? Ik denk sowieso is het logisch, toch? Kijk, als jij een artiest, als die opkomt, moet die aangekondigd worden, toch? En dat heb je bij een DJ niet, toch? Een DJ neemt over, stopt, verwisselt die USB. En dus het is, ik snap het wel dat het eruit had, maar dat is ook wel logisch. Ik denk inderdaad qua live acts dat de volume inderdaad wat omlaag moet. Ik zou niet per se zeggen dat het helemaal niet meer moet. Ik denk dat inderdaad met de juiste namen dat je zeker wat leuks neer kan zetten. En dat ook mensen, ongeacht of het club is of een concert in AFAS, dat ze ook best naar een festival kunnen gaan voor een bepaalde artiest. Alleen als je die artiest al op 6, 7, 8 verschillende festivals hebt gezien, ja, dan had het de exclusiviteit ervan af, denk ik. Ja, en een ander punt natuurlijk, want jij werkt voor Oliva. Ja. Zeg ik niet goed? Ja, je zei het goed. Ja. Oké, maar heb je daar nooit live acts? Sporadisch. En waarom sporadisch? We hebben niet een goede stage echt. Mm-hmm. Dus de boot is zo ingericht dat als iemand iets live wil doen, dan moet je echt naast de CDJ staan en je kan niet echt bewegen. Mm-hmm. Dus dat is sowieso... Als jij een live act hebt, wil je ook dat je diegene goed kan zien, toch? Mm-hmm. Dus dat is daar wat moeilijker. En ik denk ook dat zij best wel de mening delen met jou, dat ze liever gewoon alleen DJ's hebben. Ja, omdat en wat natuurlijk ook een probleem... een DJ is natuurlijk... is een DJ of een kaliber van Lassa is natuurlijk best wel hoog, maar nog betaalbaar in vergelijking met een super live act, toch? Ik denk dat het vooral is. Dat ook een probleem. Ik denk dat je de financieelheid ook niet eruit, denk ik. En inderdaad, als je als zo'n live act 10 keer in Amsterdam staat, of 10 keer regio Amsterdam, trekt het geen extra mensen meer. Toch? Maar zometeen hebben we heel leuk nieuws over deze man. Wil je het weten? Zeker. Nee, ik ga niet zeggen. Ik ga niet zeggen. Ik ga een beetje einde van de podcast. Ja, ga ik het zeggen? Zo einde van de podcast. Want het is natuurlijk, jij bent een geweldige DJ. Ik vind jou wel een onderschatte DJ. Okay, een onderschatte producer. Maar het siert je dat je zo bescheiden bent. Dankjewel. Want deze man vertelde me laatst gewoon, wat een vehicle. Of nee, je was bij mijn kantoor en hij zegt, ik zeg, hoeveel gaan platen hebben? Hij zegt, ja, 30, 40, ik weet het niet. Ik zeg, wat heb je zo, hoezo weet ik dat niet? Tegenwoordig elke DJ, als hij al heeft die gouden plaat die je dan zelf geprint heeft, echt bij een printshop. Ja, ik heb een gouden plaat. Ik heb 100.000 streams. En denk ik, deze man heeft echt gouden plaat en hij laat het niet zien. Maar ik vraag me af, als jij draait, weten mensen dat je al die tracks al geproduceerd hebt als je draait? Ja, kijk, je hebt nu wel, zeg maar, dat altijd al een groepje staat wel vooraan, die wel gewoon alle platen kennen en alles weet. Dus je hebt altijd wel een soort van de groepies. Ja, een soort van vaste klik. Kijk hem lachen, altijd. Kijk hem lachen. Nee, maar zoals gisteren ook, toch? Gewoon ja, bij een showtje was hetzelfde. Het was ook gewoon altijd zo'n... Je ziet toch wel eromheen, is wel wat ze kenden, zeg maar. En dan heb je andere mensen denken, oh, hè? Oh, is hij van die plaat. Ja. Ja. En dan pas als we me zien, dan snap je het, zeg maar. Maar jij zegt nu eigenlijk, door jouw geweldige MC, is het duidelijk dat ze plaat is, toch? Ja, zeker. Kijk, en dit bedoel ik... en dit bedoel ik, de MC heeft toegevoegde waarde. Dus MC's, ik hou voor jullie. Ja, zeker. Maar, en vraag ik aan jou, maar vind je niet dat laatste tijd heel veel clubs en festivals, en dat bedoel ik niet beledigend naar jou toe, absoluut, want ik vind jou een legende. Ja. Ik vind een legende nu al. Dat ze heel vaak liever een goedkope eclectic DJ boeken die zijn platen draait, dan dat ze hem boeken, want natuurlijk zijn fee is 10 keer zo hoog dan zo'n... Ja. Want hij heeft best een hoge fee. En
hij is elke cent waard. Zeker. Ja. Ik twijfel daar een beetje in. Ik denk meer van, als jij een show van Lassa ziet en hoe zij, ja, hoe als je en Lassa dit echt samen doen, vol energy, ze krijgen de hele zaal mee. We hebben af en toe shows gehad dat dus de hele zaal leeg is. En dan beginnen ze met draaien, de hele zaal staat gewoon helemaal vol. En gewoon de energy die ze brengen is gewoon echt hard. En dat is denk ik wel het verschil waarvoor je hem betaalt. En... Absoluut is verschil, maar het valt me heel vaak op. En heeft ook die Quenza, en heeft meerdere producers. Die platen worden allemaal gedraaid door die resident DJ's, wat leuk is. Dan denk ik, maar waarom boek je gewoon niet de echte DJ die het gemaakt heeft? Dat is toch 10 keer harder? Ja. 10 keer harder. Wat vind jij ervan? Kijk, ik zelf geef ook evenementen in Air bijvoorbeeld, de wekelijkse donderdag. En ik kan dan ook mee denken wat betreft de programmering. En ik snap zeker wat je zegt, maar het is heel simpel gezegd ook een kwestie financieel gezien. Want last is duur, maar wel betaalbaar. Niet de boeken bij. Kijk, wat je zegt, het is elke cent waard. Het is elke cent waard. Duur maar niet betaalbaar. Ik boek hem met alle liefde. Ja, ik ben niet de enige gelukkig. Ja, en we hebben ook en hopelijk nog meer. En we hebben natuurlijk ook geboekt voor de Let With The Swag. Aankomende zaterdag in Skybar Mondi. Hij gaat natuurlijk draaien met zijn boilroom concept. Ik heb er zin in. Je kan eten tussen 5 en 7 voor 50 euro 3-gangmenu. En daarna zie je de one and only, de new legend, Lassa. Zo, goeie heb je zin in of niet? Tuurlijk, altijd. Ah, wat feest. Wat vissen, wat leuk. Op de Skybar, mooi uitzicht. Alleen maar vrouwen die van hem komen. Wat wil je nog meer? Ja. Een MC zeker. Oké, maar hoe denk jij erover, zeg maar, dat heel vaak clubs en zo, of festivals, die boeken gewoon leuke, ik moet toegeven, die leuke beginnende DJ's, die misschien zoveel kosten, x bedrag. Niet het bedrag van hem natuurlijk. Die draaien leuke plaatsen, die draaien heel vaak plaatsen van hem. Ja. En in plaats van dat ze denken, weet je wat, we boeken die Quenza, Lassa en die andere vette producers. Want die draaien 10 keer beter. Die plaatsen zijn ook van hun. Waarom gebeurt het toch vaak dat gewoon die resident DJ's worden geboekt? In de club bedoel je? In de club, festivals, overal. Ik dacht dat we die kwestie wel hadden, toch? Nee, maar ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Ja, kijk, moeilijk te zeggen. Het hangt vanaf wat je wilt voor je feest, toch? Er zijn vast ook mensen die feestjes geven en die dat helemaal niet zo erg boeien wie die nummers heeft gemaakt. Mm, is het en zo? Voor het, dat denk ik wel. Ja, okay. Dat denk ik wel. Ik denk dat niet iedereen dezelfde insteek heeft daarover. Ik denk vooral ook in Amsterdam toch eigenlijk. Meer binnen de... Dat ja. Is weer gewoon van ja, het is toch overbevolkt in Amsterdam. Dus ja. De club is ook wel vol als je gewoon een ja. 50 euro DJ zeg maar neerzet. Ja, en ja, Amsterdam is toch gewoon een geval apart, toch? Nee, maar is dat ook een beetje een hoerenprijs bedoel je? Ja, ja. Ja, je hoort het nu, hè? Je weet het. Je weet het. Nee, maar inderdaad, maar over volwassen. Wat ik me ook afvraag van, de eclectic scene in de afgelopen periode was heel leuk, maar heel simpel. Echt simpel de tekst. Voelt. Wat leuk is. Maar gaat de muziek volwassener worden? Dan vraag ik jou. Of blijft het een beetje het niveau van nu? Gewoon lekkere simpele platen, simpele beat, simpel deuntje. Niet afgemixt. Een videoclip geschoten met een Samsung uit van 3 jaar geleden. Wat denk jij? Ja, ik hoop dat het wel een andere kant op gaat. Dat we gewoon iets, soort van, hoe zeg je dat, wat duurder qua muziek gaan. Dus gewoon dat alles wat beter klinkt. Iets, niet per se zeg maar qua makkelijke teksten, maar gewoon... Net zoals wat Drake deed met zijn house album, zeg maar. Gewoon dat het gewoon wat meer vibe geeft. Dan alleen maar gewoon heel simpel. Ik heb de schip gemist. De boot. Nee, precies. Nee, ja, love you, maar... Ja, kijk, weet je, die dingen hebben wel gewerkt. En het zou denk ik nog steeds wel werken. Maar ja. er is wel ruimte voor meer, denk ik. En ik denk dat mensen op een gegeven moment ook wel andere dingen willen horen dan de hele tijd die standaard. Kijk, maar dit is wel typisch Lassa. Kijk, want... Ik ken hem al een tijdje. Ik vind het gewoon een hele leuke jongen. Hij is lief, is aardig. Ik vind af en toe wel heel onderschat. Hij onderschat zichzelf ook. Hij zegt nu netjes, ik hoop het. Maar ik denk niet dat het hoop. Ik denk dat hij het trend gaat zetten. Ik heb een snippet gehoord van jouw nieuwe track. Die volgens mij, als deze podcast uitkomt, ook gewoon online gaat. Voor mij eind van de maand. Volgens mij. Ja, 1 maart. 1 maart, ja. Dan komt de podcast ook ongeveer uit. Want het is nu begin februari. Nee, we nemen natuurlijk meer de podcast op 1 dag. Mag ik dat zeggen, Tim? Dat we ze kunnen schieten, meer de podcast op 1 dag of niet? Weet je wat? Elke dag, we hebben elke nieuwe podcast. Moet dat gaan. Goed gezegd. Goed gezegd. En ik hoorde hem en ik dacht van, hey, wacht even. Dit is precies wat ik wil voor de Eclectic Stage. Ja. Volwassen. Het is, ik zei tegen je, kijk, ik lieg nooit. Ik spreek altijd waarheid. En af en toe ben ik een flap uit. Zeg domme dingen en leuke dingen. Ik krijg kippenvel. En ik dacht van, wauw.
dit is wat ik wil. Heb je zijn nieuwe track gehoord? Tuurlijk. Was erbij. Heb je hem gekregen van hem? Ik was erbij, dus ik heb... Maar heb je hem gekregen of niet? Tuurlijk. Ik niet. Waarom heb ik hem niet? Bro! Misschien moet je een keer gaan zien. Bro! Oké, weet je wat? We gaan nu een snippet laten horen van zijn nieuwe track. Hoe heet die track? Kan je even aankondigen? Zij wil mij. Van mij met Ems en Busy. Wauw. Je weet het. Jammer dat we het niet echt kunnen horen. Het is echt een geweldig track. En heb jij die track ook gehoord? Nee. Jawel. Dus een echte vriend ben jij niet. Oké. Die heb ik nog niet gehoord. Nee. Nee. Hey, okay, in een vroeg stadium. Ik heb hem nog niet afgehoord. Ja. Anders. Ja. Je maakte me bang. Ik dacht, shit. Ja, ik dacht ook. Ik dacht, iemand loopt boos de podcast uit. Nee, maar, en joh. Wat vind jij van de track? Goeie track. Ik had niks anders verwacht dat ik zou zeggen. Beetje. Beetje de sound van nu. En ja. Mensen houden daar wel van. Ja, want de verrassing is... De verrassing is namelijk... Ik ga toch vertellen. Ik kan me hier houden. Wat moet erover hebben? De verrassing is... Letty Village. Drum rolls, please. Letty Village. Letty in Kletty Sees, waar 20.000 man staat. De tweede meester van Letty Village. We hebben een nieuwe headliner. En weet je wie die headliner wordt? Niet Poef. Niet Ronnie Blauw. Ronnie Blauw. Werkt van Ronnie Flex. Niet. Jonah Fraser. Nee. The new legend. Weet je wie het wordt? De headliner? Lassa. Mag een applaus. Hij wordt de nieuwe headliner. Hij wordt de held. Primetime staat hij daar. Lasse and Friends. Natuurlijk met deze geweldige MC. Die heel erg boos naar me kijkt de hele tijd. Hij wordt de nieuwe headliner. En hij is ook onderdeel van de Let Willis Family. Dat betekent dat hij elk jaar terugkomt. Dus niet eenmalig iets. Hij komt elk jaar terug. Elk jaar primetime. Elk jaar komt hij met een speciale show. Vertel me, hoe voelt het om de nieuwe headliner te zijn van Let Willis? Geweldig. Nee, serieus. Echt, zoals ik al zei. Ik vind Let the Village gewoon, ja, wel echt qua vibe alles, leukste festival van Nederland. Uh-huh. Dus ja, het is een eer, man, om daar te mogen staan. Ja, ik ben zelf heel trots. En ik weet je, er waren maar 2-3 mensen waar ik aan dacht. En ja, was een van de eerste waar ik aan dacht. En ik denk, sowieso, de energie die de man heeft, de plaat die hij maakt, maar ook gewoon de spirit. Want hij ziet niet Let the Village als een booking of snel cashen. Hij ziet de Let the Village als van, wauw, ik wil iets moois aan het publiek geven. En de laatste keer, ik was er heel even bij, het ging wel los. Ik heb ook je mixtape, je mix van Let the Village 2023, die online gaat binnenkort, heb ik gehoord. Het was gewoon een feest. Thanks, man. Het zijn helaas niet MC erbij. Sorry. Hij was niet opgenomen, sorry. Hij had MC gedaan. Misschien beter. Misschien kunnen we het later erbij doen. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, maar het was gewoon feest. En ik dacht, weet je, jij bent gewoon voor mijn ogen een legend. Dat gaan we doen. En heb je leuke plannen wat je gaat doen? Want vertel me even. Kijk, we hebben elkaar gesproken erover. En natuurlijk, het is jouw show. Want jij bent Lassa de man. Ja. Heb je leuke plannen? Je hoeft natuurlijk niet alles te vertellen qua namen. Maar heb je idee wat je ongeveer gaat doen? Dat mag je wel eens. Sneak peek. Ja, een soort voorproefje, net als bij seks. Gewoon een beetje. Ja, ik wil sowieso iemand meenemen. Gewoon een live act voor, zeg maar, die gewoon publiek in komt rennen en... Sowieso de MC. Archie is er sowieso bij. Tuurlijk. Zou niet een support willen? Ja, we zijn er. Eigenlijk heb ik niet nodig, denk je. Ja, rot op met hem. Nee, maar dat sowieso. Ik wil ook nog een live act meenemen. En ik ga gewoon een hele set draaien met weer eigen exclusives. Remixes, dingetjes. Gewoon, ja, dat man. Hé, dat wordt spannend, jongens, of niet? Nee, want weet je, het is... Je had het al helemaal gezegd van een beetje van... Ja, luister, ik ga een exclusieve set doen voor Let Willis. Het is die set die je gaat doen op Let Willis, 18 augustus. Koop nu je kaarten. Get it now. Is speciaal en alleen exclusief bij Let Willis. Je gaat geen enkel ander festival ga je draaien, toch? Het is een speciale set ga je doen, toch? Is het, ja, toch. Oef, dat wordt exclusief. En kunnen we niet iets leuks verzinnen eigenlijk? Zeg maar een soort pre-party ergens. Een Let Willis pre-party. Zeg maar dat we gewoon kunnen aankondigen. Kunnen we niet iets verzinnen? Wat leuks. Want misschien weet je een leuke locatie. Ik heb een leuke locatie. Oh, vertel. Ken je Oliva Amsterdam? Natuurlijk ken ik Oliva Amsterdam. Ja, maar kunnen we niet een Let the Willis Last and Friends pre-party doen? Een soort voorspel. Soort, ik zie hoe hij draait, is net als seks. Ja. Je begint rustig en je eindigt hard. Ja. Hey, schat. En, maar zijn er voor open? Of ik daarvoor open sta? Ja, zeker. Tuurlijk sta ik daarvoor open. Maar, en hoe zie je zo'n pre-party voor je? Van natuurlijk Last and Friends. De Let and Village. Met pre, wat bedoel je? Pre-party, gewoon dat we gewoon een paar dagen voor, of een paar weken voor, of iets. Dat kan allemaal. Dat is allemaal mogelijk, tuurlijk. Dan doen we alles. We zijn vroeg met de programmering, dus wat stel je voor? Ik heb niet 1000 ideeën, maar we bellen. We houden contact. Ik neem je nummer over en dan geen stalk de hele dag. Want ik wil Last and Friends, pre-party, oef.
Ik ben er klaar voor. Ik wil gewoon die mensen wakker maken. Want weet je, het is tegenwoordig is storytelling alles. En daarom is het podcast hier. Want ik wil mensen die jou nog niet kennen zijn gek. Schaam je. Shame on you. Kijk je Spotify list. Zijn naam staat erbij. Shame on you. Maar hij is een legende. Dat mensen weten wie je bent. En dat die weten dat je de nieuwe legend bent. Dat jij bent in mijn ogen de nieuwe Ronnie Flex. En mensen moeten het doorhebben. Wij zijn wel verlegen. Nee, maar mensen moeten gewoon weten. Storytelling en pre-party zou heel mooi zijn. De podcast ook. Ga ik ook een interview met je doen. Dan gaan we een documentaire schieten voor jou. Een documentaire van 10 minuten. Het is natuurlijk een uur schieten. En dan gaan we documentaire, maar die ga ik op YouTube zetten. En die snippets gaan we natuurlijk op Real Set Story. Het verhaal van jou. Want dat mensen, kijk, die podcast natuurlijk nu is. Je hebt natuurlijk 4 boys in totaal. Maar dan hebben we alleen jou. En dan gaan we interviewen. Want tegenwoordig maken we ook documentaires. In Russia to Trust. De documentaires. Wow, kijk, ja. Genieten. Ja, weet je het is. En heb jij nog een leuk idee wat we kunnen doen met de pre-party van Lassa and Friends in? Oliva Amsterdam. Op het Rembrandtsplein. Ja, kijk. We hebben maar 1 geboekt in totaal. Maar dankjewel alsnog. Nou, ik kan alvast het idee wat jij wil qua exclusieve set, die hij op geweldige Latin Village gaat zetten, dat kan je helemaal uitmelken, om het maar zo te zeggen, in Oliva, in verschillende timeslots bijvoorbeeld. Ik heb echt een invite-only idee, ik weet niet waarom. Invite-only, winactie bij Latin Village, alleen op uitnodiging kan je komen. Exclusief, wat je wel voor moet doen, een kaartje kopen voor Latin Village. Heb je uitgenodigd. Maar ik, weet je, we gaan contact houden, we gaan het vaker doen. En natuurlijk gaan we moeten sowieso dit vieren voor Latin Village. Dat jij de nieuwe headliner bij de resident, en natuurlijk de resident, de family man bij Latin Village. Hoe kunnen wij het publiek van ons nog beter uitleggen wat Lasse en Friends in gaat houden? Ik denk hits. Oh, jij denkt echt als een AR, hè? You know, yeah. Ja, hij denkt alleen platen. Echt platen, een AR. Is hij ook, hè? Trouwens, ja, dat Sony, had je dat al gezegd? Nee, Sony. Nou, ik heb toevallig een paar tracks. Pinkley, je hebt nog een paar tracks. Ja, een paar tracks. Die kunnen makkelijk bij Sony. Ja. Anders, als je nee zegt nu, moet je weg bij de podcast. Nee, grapje. Nee, weet je, je hebt natuurlijk, kijk, de klassieke manier natuurlijk, tracks. Maar ik hoef niet druk maken die man tracks. Ik moet druk maken om eigen tracks. Ik heb heel veel tracks die ik niet uit heb gebracht. Die moet ik remixen nog. Masteren. Het is veel werk. Maar bij deze man, ik weet, het komt goed. Het gaat om storytelling. Ja, kunnen we die samenwerking doen met Sony A&R? Zeg maar dat we gewoon interviews doen met bepaalde radiostations. De pre-party organiseren. En natuurlijk dat we iets, een speciaal moment doen tijdens zijn show op de Letter Collective Stage, waar 20.000 man gaat staan. Tuurlijk. Wat hij ook zegt, hij gaat sowieso iemand meenemen. En dat is sowieso al, ja, wel leuk. Het publiek gaat het niet zien aankomen. En ineens staat er een live act toch bij Lassa erbij. Dus dat is sowieso al iets moois, toch? Ja, want ik begrijp natuurlijk, je show wordt natuurlijk. We gaan natuurlijk van live acts een beetje af, maar niet in de zin van helemaal geen live acts. Nee. Wat nu gebeurt, de DJ wordt de main act en hij neemt, wanneer hij het wilt, een live act mee. Dus inderdaad, een oeh, wil je mijn naam zeggen? Oeh, kan niet zeggen. Die gaat dan 1 of 2 nummers doen, misschien 1 nummers, die 3. Jij mag beslissen. Ja. Jij mag op zolder bijvoorbeeld 5 rappers of 5 zangers of 5... alles wat tussenin zit meenemen. Ja, mag beslissen. Het blijft echt. Enig het is, ik zal even vertellen, we hebben nog 1 live act die wel dit jaar komt. We gaan het afbouwen. Daarnaast zal nooit een live act geboekt worden meer. Alleen via een DJ als Lassa. Nooit meer. Dus hoor je dat? Nooit en nooit en nooit meer. En waarom? Want Lassa is de man. Dat is de reden. Ja. Ja, ik hou van DJ. Weet je, het is Latin Village. Jullie zeiden dat toen net ook. Latin Village is natuurlijk een DJ-based concept. En we hebben het leuk gehad met die live acts, maar het is tijd gewoon dat de echte helden omhoog komt. Weet je, als ik de koning ben van Latin Village, dan is hier de prins van Latin Village. Even applausje weer. Applaus! Hey, lekker man. Prins. Ja. Ik ben ontroerd, echt. Je wordt snel vleeg, of niet? Huh? Word je snel vleeg? Nee, ik ben gewoon rustig. Rustig? Ja. Nee, ik vind het mooi wat je zegt. Ja, weet je, mooi. Elke keer, hij lacht altijd. De eerste keer dat ik hem leren kennen, ik had tijdens corona. En corona. Ik zal niks op zeggen, anders wordt gecanceld. Ik hou wel van corona biertjes. Maar eerst keer kwam had ik geboekt voor Lucia Libre, de livestream. En dat hadden we gedaan. En hij kwam binnen. En ik dacht van, wat een leuke jongen. Hij kwam met zijn bril binnen. En is hij de gast van al die hits? Hoe dan? Zo lief. Het draaide gruwelijk. Enige nadeel is toen we jouw set op Instagram zetten. Helemaal geblot. Oh, ja. Volgens mij top. Ja, volgens mij heeft hij 10 seconden nog gestaan. Ik dacht, kut. Ik zeg sorry. Zo, ja, maakt niet uit. Dat is echt kut. Ja, en daarna heb ik natuurlijk geboekt op Letty Willis minimaal. Dit is het begin. En als jij denkt aan een speciale Lassa-show, wat kunnen we doen om het nog specialer te maken buiten de geweldige MC?
En natuurlijk rappen. Wat kunnen we nog meer doen dat hij nog meer opvalt? Lassa die gaat twerken. Wow. Yes! Let's go! Latin dances voor je. Arriba, arriba, arriba. Oké, vraag jou niks meer. Wat denk jij? Nou ja, misschien tegen die tijd komt er weer een nieuwe gouden plaat aan. Zo'n momentje is toch natuurlijk altijd mooi om, weet ik veel, iets uit te reiken. Er zit weer druk op me, ik hoor het er weer. Grappen. Ja, ik hoor, en weet je wat opvalt? Je hebt het over platen, hits, haagplaten. Ja. Het lijkt me lastig voor jou als je vaak elke hits hebt, maar je kan het niet altijd hits maken. Uiteindelijk, nee, je maakt goede muziek, toch? En ja. Of het een hit wordt of niet, maakt niet uit. Hij kan het wel, hoor. Ja, hij doet nu zelf bescheiden, maar door, ja. Het is goed en het zijn vaak hits. Ja, dus keer op keer. Dat zijn de feiten volgens mij op dit moment. Hij is de enige guy die mij continu kan blijven verbazen. Gewoon van, elke keer is er weer wat nieuws. Ja? Elke keer op keer. Maar je zijn ook vrienden, toch? Ja. Maar ben je dan trots? Tuurlijk. Als je, ja, hij kan het toch gewoon. Het is gewoon, ik ben trots op jou. Yay! Cute, hoor. Hey. Nee, maar love is in the air. Het is bijna Valentijnsdag, dus jongens. Hey. Love is in the air, baby. Ja. Ja, maar is wel zo. Je werkethiek is wel altijd daar. Ja, ik zit er elke dag gewoon in de studio, maar ik zie dat ik op zoek ben naar een hit per se. Zeg maar, ik probeer dat niet te doen. Ik wil gewoon muziek maken en dan zie ik het wel. En de komende platen vanzelf? Het is niet één formule. Er komt steeds ook weer wat nieuws, met wat verfrissends. Af en nieuws? Maar ik heb maar vertel al niks, maar ik heb een leuk plaatje aan. Mm-hmm. Met een hele leuke artiest, jij en ik. Ik bedoel, jij, een andere artiest. Ja, je bent wel, dat vind ik wel apart. Je komt wel elke keer met een ander sound. Je hebt niet zeg maar per se dat ik denk van... Een vaste... Nee, maar het is wel... Lassa. Ja, het is wel die template van hoe hij is. Mm-hmm. Ik vind het apart. Ja, hoe oud ben je? Dat is wel apart. Hoe oud ben je? Ik ben 29. Ben je zo jong? Ja. God damn it. Ik had je vader kunnen zijn. Tweede vader. Ja, maar je hebt best wel veel gouden platen. Hoeveel gouden platen hebben jullie? Ik weet niet, 30 zoiets, 30, 35. Wauw. Ja. Wow. Waarom tel je dat niet gewoon even? Ja, joh, ja maar op een gegeven moment. Ja. Weet je hetzelfde, je hem vraagt van, weet je van, wat heb je gescheten? Ja, 30 platen. Ja. 30 gouden platen. Nee, tuurlijk, het is echt serieus. Van 30 gouden platen gegeten zo. Ik zal elke dag zeggen, jongens, 30, kijk hier. Ja, hier die gouden platen. Maar je hebt een bescheiden sheetje en dat vind ik leuk van je. Weet je, ik heb maar één gouden plaat. Met attractie. Met Young Ellens. Maar die eerste is het leukste, man. Ik zeg eerlijk. Daar kan je het meest trots op zijn. Maar heb je niet gewoon die eerste, gewoon de allereerste eerste die plaat. Krijgt, dat is zeg maar echt die... En nu denk je, ah, gauw plaat. Nee, nog steeds, nog steeds ben ik gewoon heel blij met misschien moet jullie een Latin Village enter maken. Dan heb je nog een tweede gouden plaat erbij. Ja. Zet ik jou aan iets. Nee, hey, luister, het gaat niet eens een plaat met hem, lijkt me gewoon dat sick. Want weet je, het is, kijk, ik maak heel veel grapjes. Maar alles wat ik zeg, meen ik ook echt. Ik ben weg van hem, ik ben gek op hem. Ik vind hem geweldig. En ik vind het gewoon zo'n leuke jongen. En ik denk, het is precies wat ik wil bij Let The Weird Is. Want ik zal je één ding vertellen wat ik niet leuk vind. En dat is ook één van de redenen. We gaan stoppen met die live acts. Als ik een live act vraag van, hey luister, kan je even een story posten van Let The Weird Is hier staat op je Instagram? Zegt ze, nee. Nou ja. Kan je een filmpje van maken die we kunnen plaatsen op ons eigen Instagram? Zegt ze, nee. Kunnen we jou filmen dat je op Let The Weird Is staat? Nee. Wil je iets promoten? Nou, kost je geld, zegt ze dan. En dan denk je van, what the fuck? Ik betaal jou, je staat op mijn festival. Ik promote jou en jij promote die terug. Ik snap dat er natuurlijk 30 festivals zijn die het vragen. Maar wij zijn Latin Village Festival. Wij promoten jou vanaf dag 1. Help ons, ook met promotie. Maar dat doen ze niet. En dat vind ik vervelend. Als ik hem vraag, hey Lassa, kan je dit even posten alsjeblieft? Iets natuurlijk met iets met hem. Bam, het staat online. En waarom? Hij haalt van Let The Weird Is en zie je. En mensen zien het ook terug. Ja. Het wordt heel emotioneel. Ja, ik ben ook best wel verbaasd eigenlijk. Zijn al die artiesten die willen dat niet doen? Of? Laat ik zeggen, 9 van de 10 zeggen nee. Of ze willen zelfs geld. Ja. Ze zeggen nee of ze willen geld. Ja. Of ze regeren niet. En dan denk ik van, hey, what the fuck. Maar wel op Let The Weird Is wel... is vol. En ik, het is niet vol die jou, het is vol op Let The Weird Is. En dat irriteert me. Heb je dat niet met Oliva? Wat een mooie naam toch, Oliva? Ja. Heb je dat niet, zeg maar, dat sommige artiesten denken, ik promote het niet, som? Het is anders. Je hebt gradaties natuurlijk. Ik bedoel, je hebt het net over die resident DJ's. Dat is is anders, toch? Ja, maar weet je wat ik wel vind, eerlijk, en dat is de reden dat, ik in Russia with Russ Media ben begonnen. Dat is buiten Let The Weird Is. Ik maak documentaires, podcast. En natuurlijk, want ik vind een flyer, een avatar noemen ze dat, met de hoofd van Lassa, met Lassa, Let The Weird Is, vind ik stom. Vind ik echt stom. Oh, en dan zit je zo'n liedje erbij van Spotify. Oh, ja.
Dat vind ik stom, ja, stom. En ik kan me voorstellen, ik zelf ook. Ik vind het niet leuk om een flyer te posten met mijn hoofd erop. En een persfoto vind ik stom. Wat ik wel leuk vind, is een podcast. Met deze geweldige man. En daarom werken we aan. En, want hoe promoten jullie meestal zeg maar, bij Oliva zo'n artiest? Nou ja, het hangt er natuurlijk vanaf. Want je hebt een programmering. Dus het is in principe elke dag een ander feest als het open is. Zijn elke dag open? We zijn 4 dagen in de week. Dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. En 4 dagen is vol. Ik hoop dat het wel vol is. Klopt. Want binnenkort is ook Child's Play and Friends, toch? Die hebben al volgens mij 2 edities gedaan. Maar en ik zal jullie iets leuks vertellen daarover. Want zij komen niet vaak. Zij doen volgens mij af en toe een editie. Maar zij boeken wel altijd iemand. En het zijn wel altijd artiesten die je zeker niet in Oliva verwacht. Bijvoorbeeld... Was Lasse. Bijvoorbeeld. Ja. Nou, bijvoorbeeld om Lasse als voorbeeld te nemen. Maar ook Fresh. D-Rashid. D-Rashid. Precies. Dus dat... Ja, dat is sporadisch zo. En als het zo is, dan moet het klopt, want, door de organisatie zelf. Zeg maar. Ja, ik vind het heel leuk. Pre-party binnenkort, maar wat vind jij van over de promotie tegenwoordig van DJ's op socials? Want, vanuit de DJ's zelf of de organisatie? Nee, organisatie. Want ik krijg ook vaak, ik sta ook op andere festivals. Mm-hmm. Ik wil zeggen minder festivals, mag ik niet doen. Mm-hmm. Andere festivals, dan krijg ik heel vaak de flyer. Dan denk ik, ja, echt zo met mijn hoofd hier erop. En ik zo'n groot logo, met allemaal heel veel tekst. En dan denk ik... Als ik die post of story, de mensen klikken weg en dan krijg je je rating naar beneden. En dat willen we niet. Maar als je bijvoorbeeld een filmpje post met de Lasse praat van... Hey, luister, ik sta op Lennon Willis Festival. Het wordt gek. Ik kom met die en die en die. Dan gaat het viraal. Nee, het is dat zijn natuurlijk, het is een nieuwe hit. Die uitkomt 2 maart? 1 maart. Maart. Nee, het is top. Het is uniek. En wat je zegt, je leert Lasse nu ook meer kennen. Dus als je hem dan op een gegeven moment ziet on stage, dan is het niet alleen maar van, oh, ik ken zijn liedjes. Maar nu ken ik hem ook soort van. En dat is eigenlijk wat interessant was in eerste instantie bij de artiesten. Want vaak, oké, mensen hebben een bepaalde klik. Maar ja, nu kan je die transitie dan maken naar de DJ's bijvoorbeeld. Dus ik vind het top eigenlijk. En wat je zegt qua docu, dat is ook een goeie. Ja, ik ben zelf een, wat heel veel mensen weten, ik ben eigen regisseur van mezelf. Dus cameraman, editor, documentairemaker. En wat me wel heel vaak opvalt, en dan ga ik iemand heel boos aankijken, dat heel vaak de labels, die promoten heel vaak de live artiest. Dus ze bieden me aan bij NPO, Phoenix, weet ik van Radio 3, maar nooit de DJ-producer. Hoe kan dat? Gelukkig werk ik niet bij een label, maar bij een publisher. Oké, wacht, neem hem terug. Een publisher / label. Ja. Ja, dat is dat gebeurt wel af en toe, maar dat zijn gewoon claims die gewoon automatisch erin worden gezet. Ja, hoe kan het? Hoe kan het zeg maar dat als ik een artiest, ik ga geen naam zeggen, een artiest intik, krijg ik op YouTube 10 filmpjes dat is bij Radio 3, Slam FM, dit, NPO, Omroep Zwart. Ja. Maar ik zie hem heel weinig. En dan heb ik wel van Lasse, de nieuwe legende. Ja, ik denk dat het bij Lasse vooral is, jij zit niet... direct bij een label, toch als artist deal? Nee, niet wel. Ja. Ja. Ja, dat is een ja, dat is waar. Hebben dat klopt. Nee, ik zit zeg maar, distributie deal heb ik met Sony. Sony, een van de leukste labels die nooit mijn tracks uitbrengt. Begrijp je dat? Nee, weet je het is? Kijk, en daarom ben ik in Washington Press Media begonnen, om een platform te bieden aan talenten als dit. Want kijk, ik heel stom, ik... Ik ben altijd een DJ geweest. Ik gun mensen. Ik wil mensen platform zetten. Ik ben nooit geweest van alles in mijn eigen voordeel. Alles. Anders zou het gewoon D-Rashid Village heten. Of D-Rashid Festival. Nee. Dan had ik daar en op de main stage en op alle andere stages. Nee. Ik ga een platform. Want mensen die ik tof vind, die ik mag en die ik zelf gruwelijk vind. En dat is hij. Alles is gruwelijk. En ik dacht van ook van, hé, luister. Ik vind het raar dat artiesten zoals Lasse niet veel te zien zijn buiten hun eigen content. Dus ik dacht, weet je wat? Dan gaan we. Wij het doen. Daarom zei ik meteen, we gaan een podcast doen, zei je tegen mij. Dat zei je toen? Ja, let's go. Let's go. Je vroeg laatst om, zei ik, fok ja, natuurlijk. En weet je, en dit wordt gewoon, dan kunnen mensen zien hoe hij een geweldige man het is. Want heb je ooit eerder in een podcast gedaan? Heb je ooit eerder in een podcast iets gezegd? Nee. Hoe kan dat? Hoe het kan dat ik nog nooit bij een podcast iets gezegd heb? Ik denk omdat dit de eerste keer is dat ik voor een podcast word gevraagd. Ja, maar hoe kan het? Want jij bent natuurlijk de programmeur, toch, van Oliva? Nee, ik ben manager. Manager. Ja, Oliva is wel een van de populairste clubs van Amsterdam, toch? Dat mag je zeker zeggen. Ja, de populairste club, zeg maar. Niet lullig bloed in die andere clubs, maar jullie zijn wel trending. Ja. Ik draai heel vaak bij die concurrent, Escape. Ga je
ook een club? Dat is geen concurrent, joh. Nee, maar gewoon een club. Een club. want ik hou van Escape. En ik wil mijn boeking behouden, dankjewel. Maar toch vind ik het raar dat zeg maar, zo iemand die, die prominent natuurlijk in de nightlife is. Want je bent volgens mij de nummer 1 coole club. Ik heb toch een coole club. Ja, we hebben in 2023 de prijs gewonnen voor beste nachtgelegenheid van Nederland. Precies, en toch heb je geen rare interview bij Phoenix gehad en geen podcast. Belachelijk. Dus wat belachelijk. Zegt het, wat zegt het over Rashid We Trust? Precies daarom. Ik geef de platform aan die mensen die het verdienen. En heb je ooit eerder in een podcast gestaan? Ja, op Phoenix. Phoenix is geen podcast. Ja, nee, er was een podcast van ADF, was het volgens mij. Een podcast? Ja. Maar dat ken ik niet. Maar vind je niet dat Phoenix heel erg... Het was niet per se Phoenix zelf. Oké. Snap je? Ik wil iets over Phoenix zeggen. Ik hou van jullie soort van. Nee, weet je wat met Phoenix is? Ik vind Phoenix een heel leuk radiostation. Ik luister zelf nooit, maar leuk. Maar als je er komt, dan is het heel vaak... Hey, hoe heet je? Waar ga je draaien? Leuk. En dan boei. Hey. En dan denk ik... Hallo, ik heb mijn vrouw niet verteld. Dan denk ik van... Hé? Toen dacht ik, ik moet gewoon mijn eigen podcast beginnen. Want jij bent natuurlijk A&R. Heb je ooit een podcast gegeten? Nee. Het is toch raar? Jij werkt voor Sony. Dat is toch raar? Sony? Ja. Oh ja. Ik denk... Staan ze sponsor je ooit podcast of niet? Wat zeg je? Want wij zoeken nog een sponsor. Ja, nee, ik sponsor geen podcast. Nee, dat was het einde van de vraag. Dus ben je gevallen? Huh? Ja, wauw. Nee, maar hoe kan het, zeg maar, dat jij nooit in de podcast bent gekomen? Ja, ik denk wat hij zegt, nog niet gevraagd of zo. Gevraagd. En waarom heb je... Kijk, een A&R... Hoeveel zijn er ook? Hoeveel podcasts zijn er? Er zijn niet zo heel veel. En waarom? Ja. Een podcast is heel erg duur. Je moet natuurlijk een geweldige presentator hebben. En natuurlijk een geweldige regisseur en cameraman zoals Patrick en Tim. Applaus voor Patrick en Tim! Het is heel erg duur, het is heel erg moeilijk. Natuurlijk op YouTube is het heel moeilijk te doen. Kijk, wij hebben natuurlijk best veel kijks. Gemiddeld kijkt best veel mensen op YouTube, maar vooral die reels worden heel goed bekeken. En waarom begin je niet je eigen podcast bij Sony? Om zo'n platform te geven aan al je artiesten. Ja, dat is zo'n goede idee. Nou, weet je wat? Tim, heb je een visitekaart bij je? Ja. Oké, precies. Bij deze. Sony, de podcast. Met alle schrijvers en componisten. Ja, maar het is een platform. Het is een platform. Weet je, in het begin dachten mensen, daarmee Rashid We Trust. Heel vaak mensen snappen niet wat ik kan doen. Ik van, hey, luister, een podcast kan je alleen doen met bekende live acts. Moet je Ronnie Flex hebben? Ik kan het helemaal niet. Het zal maar goede gasten zijn. Iedereen heeft zijn verhaal, toch? Ja, iedereen heeft zijn verhaal. En jij hebt ook je verhaal. Ja. En dan vind ik, ik sta voor open. We kunnen natuurlijk het regisseren, maken, produceren, alles voor je. Voor alles leuk bedrag. Nee, weet je, het is, kijk, een podcast is leuk, het is heel veel werk. En als je alleen kijkt naar de views, dan denk je, het is het niet waar. Maar uiteindelijk in de long run is dit storytelling. En storytelling is die answer. Mag ik je iets vragen, Rashid? Tuurlijk. Waar ben je de meeste tijd aan kwijt in die podcast maken? Een podcast duurt gemiddeld 30 uur. Alles bij elkaar, zeg maar, schieten. Met edit erbij. En zo. Ja. Ik heb het team, mijn tweede vrouw, wil ik zeggen. Maar, mijn compagnon, mijn partner... hem doe ik het. Hij schiet alles. We hebben natuurlijk hier 6 camera's. We hebben een hele duur apparatuur. We hebben deze locatie. Het kost best veel geld. Het kost best wel tijd. Het editen is ook. Het kost ook heel veel tijd. De reels maken kost ook tijd. Je hebt natuurlijk AI die het ook kan helpen. Maar heel veel dingen doe ik zelf. Maar het allerzwaarste, de meeste tijd is het bedenken van de concepten. Het moet natuurlijk wel leuk zijn. Ja. Grappig, gemakkelijk. We zijn net zo vrienden, toch? Ik heb jullie nooit eerder gezien. Maar het voelt aan alsof ik gewoon met jullie in de kroeg ben. We zijn ouwe hoeren. Ik mis alleen een beetje muziek, een paar chickies omheen. Maar verder is het gewoon alsof het een zaterdagavond is. En daar hou ik van. Ik hou van zaterdagavond. Maar voor iemand die bijvoorbeeld net een podcast wil beginnen. Ik kijk hier om me heen en ik zie best wel dure apparatuur en zo. Denk je dat dat de must is als je een podcast begint dat je direct zo groot uitpakt? Of kan je ook minimalistischer beginnen? Nee, ik zou wel beginnen met in ieder geval 1 goede camera. Dus niet met je Sony. En belangrijkste geluid. Geluid is het allerbelangrijkste. Als je geen goed geluid hebt, dan raak mensen irritant. Je kan het ook doen met een iPhone 15. En dan kun je even onder... Hoe heet zo'n mic? Kan wel een beetje goede mixer. Kan ik wel vinden. Ja? Graag. Die portless Rone? Rone? Die wireless Rone. Ja, het kost, kan je huren voor 50, 40 euro. Je kan het kopen voor 200, 300 euro. Geluid is goed. Je kan met 1 iPhone. Je kan beginnen. Je moet beginnen. Want ik heb de reden dat ik Let's Whisper begonnen is... Omdat ik het wilde doen. Ik dacht, ik wil het gewoon doen. Want iedereen zei tegen mij, je bent gek. Een festival met Latin House, eclectic en salsa. Je gaat failliet. Ik zeg, het was nooit gedaan. Want toen die tijd, nu is het normaal eclectisch programmeren. Yes. Maar toen die tijd had je alleen hardstyle, techno
en trance. We praten nu over ongeveer 15 jaar geleden, toch? 20 jaar geleden. 20 jaar geleden. Lettenwillis bestaat sinds 2005. En in 2004, ik zal een kort verhaal vertellen. Ik gaf een van de populairste feesten vroeger van Nederland. Salsa Lounge. Misschien ken je dat ook? Ja, die naam zeker. Ja, die naam komt wel bekend voor. Het liep zo goed. En op een gegeven moment dachten we, weet je wat, we gaan een festival doen. Maar ik ging research doen en ik zag allemaal iedereen... Ja, of je hebt een superheadliner nodig, een Carl Cox of weet ik veel wat. Of een Armin van Buuren, Tiësto. En dat geld hadden we natuurlijk niet. Mm-hmm. En we dachten, weet je wat, maar we gaan gewoon het concept doen. Latin House, house met Latin invloeden. Eclectic, met Real Canario. En we doen salsa, bachata. Leuk. Voor een clubpubliek die eigenlijk niet naar festivals gaat. Iedereen lacht hem uit. En ik dacht, nee, dat gaat werken. En waarom? Ik vind het tof muziek. Ik weet zeker dat je het ook tof muziek vindt. Dus hebben we gewoon gedaan. Simpel. Hard. Hebben we gewoon gedaan, weet je, met alle liefde. En conclusie is, we hebben een van de mooiste festivals van Nederland. En je ziet ook, de festival is natuurlijk gebaseerd op liefde. En hoe ik jou hoor praten, heb je ook veel liefde voor wat je doet. Klopt dat? Klopt zeker. Hoe kan dat? Hoe kan dat ik liefde heb voor wat ik doe? Ja, want er zijn mensen die anders denken met feesten geven. Ja. Zonder naam te noemen. Ja. Dus wat is je vraag precies? Dat je veel liefde hebt en dat je hebt er niet over. Weet je komt niet zo over als van, ja, we doen dit om geld te verdienen. Je komt echt over, we willen gewoon een mooi feest geven. Klopt. Waar komt dat vandaan? Waar komt dat vandaan? Ik denk ambitie. Zoals jij zegt, jij bent je festival begonnen. Niet omdat je dacht, oh, dit gaat winst maken. Of jij dacht, ik ga doen wat ik leuk vind. Toch? Nee, maar je dacht, ik ga doen wat ik hard vind en wat ik leuk vind. Ja. En niet wat mensen zeggen dat werkt. Ja, of precies dat. Weet je wel? Ik denk dat dat de formule is voor live überhaupt. Dat je gewoon fucking doet wat jij leuk vindt. En niet wat andere mensen denken dat jij moet doen. Of wat andere mensen zeggen dat werkt voor jou. Ik denk dat jij zelf het beste weet wat voor jou werkt. Preach for deze man. Preach! Waar. Waar. En hoe denk jij erover? Over welk aspect precies? Nou ja, gewoon. Of dat je... Je hebt een MC geworden. Je bent niet MC geworden, laat ik zo zeggen. Ik kan het verhaal achter ons even snel vertellen dan. Oké, het ding is, feesten van mij, of vrienden van mij gaven feesten in Club Nova was destijds. Feesten van mij gaven vrienden. Geen probleem. Ik zweer, is goed, Maar goeie jongen, niet schoon afmaak, maar hij goed MC nu. Sta op podium, safi. Ik alleen maar hallo zeg. Nee, dus was in Club Nova en vrienden van mij gaven daar dus feesten. En op een gegeven moment was er een kans voor mij om te gaan MC'en. Hij stond daar ook heel veel. En zo hebben we eigenlijk onze eerste connect gehad. Op een gegeven moment werden we gewoon veel geboekt op dezelfde feesten. Maar ik deed gewoon voor de fun. Wat je zegt, gewoon omdat het gewoon leuk is. Op een gegeven moment begon de man met hits maken, produceren. En toen kwamen er steeds meer... En toen gebeurde dat gewoon, het ging los. Zoals je daar... Dus het was love at first sight. Ja, soort van eigenlijk. Ja, man. Grappig, maar ik zie echt dat jullie wel... Hoe je naar elkaar kijkt, zie je echt gewoon liefde, gewoon broederschap. Ja, is ook wel zo. Je merkt we kennen elkaar sinds we 17 zijn of zo, 16. En dat is alweer 10 jaar nu of zo. Of 18 misschien, toen we bij Nova gingen draaien. Zoiets. Ja, ik wou net vragen, is dat de eerste keer in Nova? Ja, ik denk het wel, want ik draaide ook gewoon elke week. En hij was dan MC ook daar, elke week. Klopt, ja. Zo was hij ontstaan, man. Ja, en toen had de man dus op een gegeven moment een MC nodig. En ik was, zeg maar, eigenlijk heel veel wat jij zegt over qua... De drukte, overmatige drukte op tijdens een feest of tijdens een set. Ik ben het er daarmee eens qua... Geef de DJ's een sign wanneer het nodig is. Oké, dus met hem was het gewoon meer van... Oké, ik join Lassa en het is gewoon een leuke set. En ik hoef niet al te veel te doen. En dat vind ik juist top. Dus misschien kan je mij ook wel een luie MC noemen wat dat betreft. Nee. Of een slimme MC. Absoluut. Of een slimme MC. Zo noem ik mezelf. Ja. Ik zou niet lui zeggen, man. Jij bent de juiste MC. Je moet je niet zeg maar downgraden. Want natuurlijk heb ik een podcast gemaakt, podcast nummer 3, die online is op YouTube. Ik had een stelling gedaan bij Letty Village. Wel of geen MC's op Letty Village. Ja. Alle MC's in Nederland, behalve jij misschien, waren woest op mij. En waarom deed ik dat? Ik wilde ze wakker maken. Want ja, MC's tegenwoordig, het is net een soort pretpark. Ze denken, ze kunnen de mic pakken, ze kunnen zeggen wat ze willen. Want heel vaak hoef je niet de hele tijd, je hoeft niet de hele tijd met de DJ mee. Eens. Klopt. Dus precies wat je zegt, de juiste moment, precies wat je doet. Het publiek staat daar, jij zegt, hey, dit is zijn plaat. En die mensen zeggen, oh shit, dit is die vrouw gaat los, mooi boy met die hits. Ja. Wat wil je nog meer? Ben je vrijgezel eigenlijk? Nee. Oké, dus je mag kijken, maar niet voelen. Nee, maar weet je, en dat is de MC. En ik kreeg zelfs een belletje van MCG, ken je die? Oeh, ken je MCG niet? MCG ken ik niet, nee. MCG, dat is de legende.
Die belt me op, zegt shit, ik wil terugkomen bij Latin Village. Oh, de Latin Village legende. Ja, en hij is gewoon legend. Ik zou zeggen, in 2004 traden we op, 2003 was bij Salzman. Hij komt uit Engeland. Okay. MCG. Toen die tijd, de MC, wat de MC deed toen die tijd, hij kondigt aan en kondigt af. Dat deed de meeste MC's van, hier is Lassa. En dan natuurlijk, are you having a good time? En dit was the end of Lassa, thank you very much. Klaar. Echt de host. Gewoon host, ja, daar is dat. Ja. Niet de home, maar de host. Echt de host. Nee, maar toen die tijd was dat de standaard. MCG heeft een Jamaican achtergrond. Hij is half Jamaicaans, half Engels. Hij komt uit Birmingham, volgens mij. En hij woonde toevallig in Nederland. En ik werd gekoppeld aan een VDA, Jani. En Jani heeft nu zijn eigen botuskliniek. En die is schatrijk. Is goed bezig, die is Jani. En moet ik dat zeggen? Geen idee, maar. En ik werd gekoppeld aan hem. En wij waren de eerste die een DJ act waren met MC. Dus dat je door de tracks heen praat. En niet alleen maar aankondiging, maar op de juiste manier, hoe jij het zegt. De juiste manier. Nou ja, de juiste manier, zegt hij. Op de juiste moment. Zijn timing was off-key. Hij had natuurlijk de meest mooie Engels stem alle tijden. En dat hebben we gezet. Op een gegeven moment is MCG door, stond bij Tomorrowland, Ultra, over de hele wereld, is hij weggaan naar Nederland. Hij heeft 14 jaar niet in Nederland opgetreden en hij komt weer terug bij Let's Willis Festival 2024, 18 augustus. Koop nieuwe kaarten. En alle MC's, die zijn aan popelen om hem te zien, want hij is de legend, hij is de goat. Niemand is beter dan hem. De nieuwe generatie kent hem misschien niet, maar als je hem ziet, snap je waarom hij de goat is. Hij heeft me gebeld van, als je mag alsjeblieft terugkomen, want ik wil ze laten zien hoe het wel moet. Ja, hij hebt hem goed, man. Dat is een mooie statement. Ja, hij hebt hem goed. Ja, applaus, applaus voor MCG! Dankjewel. Als hij 14 jaar naar het buitenland kan gaan om daar te MC'en, ja, dat doet hij het zeker top. Dus het is niet zomaar deze hype. Ja, zeker. Want alle MC's zijn niet meer boos op mij. Ze snappen eigenlijk wat mijn bedoeling is. Maar het moet allemaal maar het is gewoon een positieve instelling. Ik vind het leuk om te etteren. Maar ik vind heel veel MC's... Ja, ik deel echt, die mening. Kijk, wat ik mooi aan jou vind... Jij zegt... Jij wilt hem helpen, je hebt een connectie. Ja. Dat vind ik mooi. De meeste MC's, die hebben geen feeling. En die moeten heel vaak met de MC optreden die ze niet kennen. Ja. Zou je dat kunnen? Zeg maar bijvoorbeeld zelf maar... Kijk, zo begon ik dus. En op een gegeven moment vond ik dat niet meer leuk. Omdat ik wat je hebt... Je hebt helemaal geen connectie met die DJ die er staat of wat dan ook. Of dan moet je een live artiest aankondigen die jou niet eens een box wil geven. En dan denk ik ook van ja... Zeg maar, dat doen ze wel. Ik zie hoe ze ook met anderen omgaan bijvoorbeeld. Ja. Of nou een DJ is of artiest. En toen dacht ik op een gegeven moment van ja, ik heb hier helemaal geen zin meer in. En zeg maar, hiernaast doe ik ook gewoon schrijven van muziek voor artiesten en maak ik zelf ook muziek. Oh, je schrijft ook? Ja. Oh. Jij ook? Of wat? Ik kan wel produceren op Ableton. maar ja, ik kan niet schrijven. Als je schrijven nodig hebt. Nee, maar dus dat doe ik allemaal. Ja, we hebben al een publisher hier, dus ja, het is een mooi team, kan ik zeggen. Het is een mooi team. Het is een mooi totaalpakket, hoor. Het is een totaalpakket. Top producer hier. En wat wil je nog meer? Hit, ja. hit. Dat wil je toch? Je wilt Buma in mijn zak. Buma in mijn zak. Dus daarom, ik ben het met je eens. Dan pas kunnen we praten met hem. Het past gewoon beter als je ziet dat er ook een bepaalde dynamiek is onstage. En ik vind wel, we kunnen met Chess zeggen, wij hebben dat. We hebben ook die codewoordjes gewoon toch. Als ik gewoon iets, ik zeg maar tegen hem gewoon links-rechts of zo. Dan weet hij meteen, oh ja, oké, we gaan dit en dit doen. Ja. Zeg maar, gewoon dat soort dingetjes. De chemistry is hoog. De chemistry is hoog. Ja, en dat mis ik natuurlijk, want ik heb over nagedacht. En MC, oeh, ik wil een verhaal vertellen, mag ik niet doen. Nee, dat ga niet doen. 76, nee, oké, ga niet doen. Nee, ik zeg het niet. Ik zeg het wel, toch? Nee, kom op. Geef hem gewoon. Geef hem een primeurtje gewoon. Het is een lieve jongen. Hij heeft de podcast gezien van MC's. Hij kwam naar me toe. Mm. Hij zegt, ja, leuke podcast van MC's. Echt maar gemeen, niet slijmerig. Echt leuk. En in die podcast zeg ik duidelijk, jongens, je hoeft niet de hele tijd te praten. Bij House moet je juist nog minder praten. Ja, man. Praat niet door de vocalen heen. Dus als je bijvoorbeeld hoe heet die track met Young Alice die je gemaakt hebt? Deze is down of bijpakken. All the girls standing. Die, ja, die bijpakken is dat. Hoe ja. Gaat die ook weer? Dan krijgt ze een kakketje. Ja, maar de MC zegt, maar die maakt ze willen. Dat mag niet, toch? Die moet, dat mag niet. Hij zegt gewoon een paar kleine. De MC, hele lieve jongen. Hij was met mijn vriendin Savage X, de nummer 1 house DJ van Nederland. Boek er nou. At Fresh Bookings. Of Fresh Agency, ik weet het niet meer. Hij heeft die pot gezien waar ik duidelijk zeg van, je moet gewoon niet te veel zeggen. En toen kwam het antwoord, wat ik dacht, hij ging met haar, hij was de hele tijd een MC. En denk ik, hè, je hoeft toch niet de hele tijd een MC'en? Opeens komt hij naar me toe, heel lief. Zegt hij, vind je het heel erg als ik een sigaretje geroken? Vind je het erg? Ik zeg, nee, is niet erg. En dan dacht ik, oh, hij denkt dat hij de hele tijd moet MC'en. Oh, ja, hij denkt dat, het ligt hier aan hem. Hij wordt geboekt met het idee van, je moet de hele tijd, want iemand zei tegen me, luister, als ik niet de hele tijd MC,
worden ze boos op mij. Ja. Shockwave zei dat tegen mij. En zie Shockwave voor president. En toen dacht ik, oh, dat, dus het ligt ook aan de programmeurs. Dat is het. En als hij had geboekt, en hij excuseerde het, dat hij heeft zich geroken, dacht ik, oh, dat is ook een probleem. Het ziet alleen hun. Jij moet roken. Ja, maar hij denkt dat hij de hele tijd moet MC. En denk ik, dat hoeft helemaal niet. Nee. Je hoeft het niet. Je moet er heel erbij blijven staan, natuurlijk, voor het geval iets gebeurt. Of weet dat. Wel. De juiste moment. Natuurlijk mag je even roken. Natuurlijk. Roken is slecht voor je, niet aan beginnen. Ja. Wel vapen. Wat je illegaal kan halen over. Nee. Ook illegaal, whatever. Maar nee, ja, we snappen het. Nee, maar. Want jij. Hoe doe je dan als jij een MC hebt? Je hebt natuurlijk je eigen superstar. Ja. Nog 5 minuten. Ah, het is toch gezellig. Nee, ik ga stoppen. Nee, de podcast gaat doorlopen. Die mensen moet wachten. Laat die mensen. Nee, maar hoe doe je het als er een ander MC komt? Hoe doe je dat? Want ik zeg je eerlijk, zeg maar, we hebben een keer gehad dat hij ziek was. En toen. Kijk, durf je? Meest... Ja, ik ben geen robot. Ja, durf je? Bro. Ja, dus kijk, soms dan ga ik nog gewoon zelf MC'en, maar ik doe dat liever niet. Kijk, ik vind het wel, ik kan het wel doen, alleen is het niet, mijn lol zit er niet echt in. Zou ik het bedoel? Dus het is gewoon niet echt. Je hebt wel een stem voor, denk ik. Zeker, dat zeg ik hem ook. Ja, maar hij doet wel eens toch? Ja, maar hij doet wel eens toch? Ik wil je niet onderbreken, maar één ding, draaien en MC'en tegelijkertijd kan eigenlijk niet. Dat is net viool spelen en piano spelen tegelijkertijd. Het kan, maar het wordt niet mooi. DJ Dylan? Nooit gehoord. Hij doet dat goed hoor, ik zeg je eerlijk. Ja, maar ik vind een echte DJ. Die praat niet, vind ik. Ja, maar het is je kan aankondigen, afkondigen. Hey, jongens, ja. Alles goed. Dankjewel, ik ben Lassa. Ik ben geweldig, niet te boeken bij een van deze. Ik heb dus ook een keertje gehad dat zeg maar, dan was er een MC die was geboekt. Weet je ook, dan zeg gewoon van ja, geboekt voor een festival of voor een welke naam? Mag je naam weten? Nee, is het ik weet ook niet hoe hij heet. Ik weet niet. Okay, nee, is het Marbo? Nee. Love you, Marbo. Waar was dit? Nee, dit was. Ik weet niet meer waar. Even naar de club gewoon. Nee, Maria, gewoon. Maar in ieder geval toen. Hij stond ijs, maar mag ik alsjeblieft voor je MC'en? En hij zei het echt gewoon van, mag ik het doen? Toen zei ik, nou weet je, ja, let's go, je bent geboekt, je bent toch hier. Laten we dat gewoon doen. Ja, trauma bro. Dat was hem echt niet, man. Dat was gewoon van, dan ook als die plaat moest droppen, dan deed hij al zeg maar die hype, voordat hij zeg maar, die drop kon hij gewoon niet volgen. Weet je wat wel is? Bij jou, zeg maar, jij bent dus ook niet dat soort dingetjes. Een DJ toch? Ik haat. Ik heb het ook. Komen, ja, dus. Ik haat. Ik geef deze voorbeeld altijd. Ik draai een plaat, een bootleg van Seven Chicks. Hey, heet die. Binnenkort is hij online. En je hoort in de plaat, I heard you say, hey. Yeah. En MC gaat hey zeggen voordat zij hey. Je verpest de mood gewoon. Je hoort hem vier keer. Je hoort hem vier keer. Ja, maar de mensen zeggen en hou gewoon je mond. Laat hen zingen. Ja. Dat is het. Ja, en A&R manager die snapt natuurlijk niks van draaien, maar je hebt wel verstand van muziek. Ja. En wat vind jij van de MC-situatie in Nederland? Ja, ik vind dat een MC wel op zich wel nodig is om te hypen. Want ik denk als je... De juiste MC. Ik denk als je gewoon op een gegeven moment een, laten we zeggen, een festivaldagje, verschillende DJ's, en geen MC, ik denk dat het ook wel saai wordt op een gegeven moment, als het gewoon continu door de rol gaat. Je wil wel iemand hebben die een beetje gewoon juist gaat hypen, hoe je het zegt. Ja. Dus je merkt het wel als denk, er geen MC op een feest is. Dat merk wel. Je zeker. Het hangt van wat voor feest, want ik draai ook in het buitenland. Is geen MC. Helemaal niet nodig. En als je dan in het buitenland bent, over het algemeen qua genres, wat voor... Ja, ik ben house DJ. Oké, house is het niet echt een ding, hè? Het is niet... Weet ik heel veel wat ik doe? Wat ik doe, dus zeg maar, dat is een filter klein stukje. Ja. Dan klap ik even, dan klapt iedereen mee. Ja. Nee, maar het is niet nodig. Eclectic wel, maar het is niet... Ik hoef niet bij elke drop... Een hype. 1, 2, 3, go. Snap ik. Het is geen kermis. Anders toch? Snap ik. Het is geen kermis. Ik zeg je eerlijk, bijvoorbeeld in een pasha op Ibiza. Als jij... Daar ben ik wel eens... zijn we wel eens gaan feesten en dan hoor je... Een DJ hoor je gewoon totaal geen MC de hele avond niet. Ja. En op een gegeven moment denk je ook van ja, ik heb nu wel even een hype moment of zo. Wat is nou wat ik bedoel? Ja, maar ze hebben andere manieren. Maar weet je, het is ik was hetzelfde seks, maar dan ga ik weer rare dingen zeggen. Less is more. Ja, less is more. De beste zou zijn, niet bij Eclectic, maar bij House, dat alleen tijdens de piek van de DJ één keer wat gezegd wordt door de MC, want hij heeft natuurlijk de stem, de timing, klaar. En dat is MCG. Okay. Dus ik, bij deze, kijk, ik sluit af met MCG. Ik regel voor jullie meestal bandjes. Kom als jullie backstage zijn, dan hoor je de legende.
Ik ben echt benieuwd, je kan echt, ik geloof dat je heel goed bent, maar hij is de legende, hij is de GOAT. Oké, jongens, het was een geweldige podcast, we willen even afsluiten. Wil jij nog wat zeggen? Wil je wat vertellen? Wanneer kom je nieuwe plaat uit? En natuurlijk, waar kunnen mensen jou vinden op Instagram? 1 maart, nieuwe plaat met Ems en Busy, zij wil mij. En verder, ja, Lasse on the track, volg me, check me. En let the village, hou je kaartje. Hopzakee! Top, hoortje. Oké, wacht even, jij gaat als laatste, want jij bent natuurlijk MC, jij gaat natuurlijk allemaal los. Heb je nog wat te vertellen? Een keer vertellen, waar kunnen mensen je vinden? Is het het Sony? Of, ja, op Instagram, tt.onlyway. Wow. Zijn er nieuwe talenten of wat dan ook, check me gewoon en wie weet kan er wat gebeuren, toch? Oké, mooi, nieuwe talenten. Franklin, heb je nog track klaar of niet? Oké, we gaan hem stalken. Kun je wat vertellen? Natuurlijk een van de leukste clubs van Amsterdam, Oliva. Kun je wat vertellen? Amsterdam, Essie, Bozzel, E-double-Z-I-E, B-O-double-Z-E-L. Je kan daar muziek van mij vinden. Je kan daar altijd connecten voor club-ideeën. En pre-parties van Lasse. En pre-parties voor Lasse als nieuwe headliner van Latin Village 2024. Oh. Opzakken! Oh. Ik krijg kippenvel. Oké. Ja, we zien wat de liefde. Oké, we eindigen hier met een van de betere MC's van Nederland. Oh nee, dat is beledig andere MC's. Beste. Oh, ik vind hem de beste. Beste. Nee, dat is G. Ja, dat is wel G. Echt. Ja, klaar. Weet je, ik zie je straks. Ik stuur je straks even die 2004 mix van mij, en MCG. Ja. Dan hoor je zijn stem en dan snap je wat ik bedoel. Het is natuurlijk wel een hele oude set, die zit 21. En ik wil één ding vertellen, die set van mij en MCG in Luxurious Sauce Lounge, was door die set was ik zo populair geworden en had ik zelf de vertrouwen om Let Willis te doen. Door die set. Gek. Wanneer was die set? 2004. En wanneer kwam Let in Brutality uit? 2007 en Let Willis was 2005. Mm-hmm. Wow. Dus zeg maar, was echt door die set dat mensen dachten van, ik was ook de eerste die aankwam met percussionist en Engelse, ik had een Russisch percussionist, een Engelse MC. En ik had natuurlijk allemaal bootlegs toen die tijd. Had niemand bootlegs met Destiny's Child. Was heel ik denk gek op mijn drums. Het was wel heel gek. Maar wel kwalitatief. Ja. Als je nu luistert, denk ik, het is nog steeds kunnen draaien. Ja. Dus de Latin Village Festival wordt leuk. Kun je wat leuks vertellen? En natuurlijk over jezelf. En natuurlijk een mooie woorden eindig voor de enige echte, de nieuwe headliner van Latin Village 2024. Oké, nou, op Instagram, @ashi_on_the_gram. Op TikTok, @ashi op TikTok. En ja... Je hebt het gehoord, 2024, Latin Village met de Prince Lasse. En ik kan jullie zeggen, het wordt het echt waar. En natuurlijk, Latin Village spreekt voor zich. Die moet ik ook even die love geven, want iedereen die praat over Latin Village, die ik ken van mijn generatie, erboven en zelfs eronder, Latin Village is wel altijd een begrip geweest. En ik vond het altijd leuk als het weer online kwam, want dan wist ik, good vibes. En dit zeg ik echt oprecht vanuit mijn hart. En ik denk dat ik voor iedereen spreek. Mag ik daar wat aan toevoegen? Dus ook even een klein applaus voor Latin Village. Dank je. Die moeten we opgeven. Wij waren met z'n vieren naar Latin Village gegaan afgelopen jaar. En omdat hij natuurlijk moet naar de grote stage moet. Het is een groot festival, dus het duurt even voordat je naar de stage gaat. Ik was heel erg onder de indruk van hoe het van af de parkeerplaats, dus als je auto hebt neergezet, tot aan de stage, perfect. Je maakt zelfs dat mee. Die ronde bergen waar je doorheen rijdt. Dat was echt iets wat we ons bij is gebleven. En dat vond ik. Dat is misschien een kant van het festival dat mensen niet zien. Klopt. Maar wel belangrijk is voor de mensen die geboekt worden. Dat is solid on point. Goed geregeld. Oh, ja. Mooi gezegd. Daarom noem ik Let Willis Family. Lasse en jullie zijn allemaal part van Let Willis Family voor altijd. En 2024 gaan we een mooi feestje maken. Ik wil iedereen bedanken. Dankjewel. Like en subscribe. Ik zie je het Latin Village, baby. Woo! Like en subscribe. Instagram, jongens. Instagram. In Rashid, we trust.